Peter, heel toevallig, ik ga je eerst laten tekenen. Ook met dat dan? Wacht, de dunne laten pakken, ja. Anders... ik zou zeggen, teken hem hierboven. Ik heb dan Achille Peters en zijn met de haal gedaan. In het midden of wat? Ja, doe maar. Ja. Op het moment dat erop staat, doe maar. Beetje centraal. Voilà. Was goed zo? Dat is de Nederlandse zeker? Ja, maar speelt allemaal geen rol. Kent Nederland ook, dus... Ja. Is overal gekend. Voilà, nog iets om. En dan kopieer ik dat sowieso. Een aantal dingen. Hoe dat die maankaarten er gekomen zijn, dat is een feit het toeval. Vorig jaar in augustus kreeg ik een telefoon van Brussel. En daar was Charlie Duke, Apollo 16. Ah, ja. Ah, ja. Of hij iets kon doen voor dat project. Och, hij wist er ook van. En hij was, maar die moet gebriefd geweest zijn door Frank de Wind, dat kan niet anders. Hij zegt, ja, maar ik heb ook internet, zei, je kunt mij nu veel wijs maken, maar dat je in Amerika op mijn project terechtkomt, maar deze niet. Ik zeg, dat maar, ja, internet is veel mogelijk. Ja, tuurlijk, maar ik denk dat hij het gehad heeft. Kan ik iets doen, maar dat was midden in de vakantie, dus er was niemand op de sneeuw op dat moment. Ja. En ik vond een maankaart. Aha. Ik zag het teken voor mijn maankaart. Ja, maar ik zie niet. Normaal niks zeggen, maar ja, de mannen zijn ook bang dat dat op internet raakt. Ik zei, ja, maar vraag nog iets omhoog doen, zeg, ik kan niet anders blijven. Ja. Oké, zo wat, het is goed, kom. En dat was het eerste wat ik had. Ja. Maar ik moest dan toestemming krijgen van, die zat in... Ergens, Indonesië of India? Ja, ergens rond Indonesië. Dus toestemming gevraagd aan die mensen of ik dat mocht doen. Allemaal op één dag toestemming gekregen. Oké, zo wat, ik met maankaarten, dat zal ik die ook. En dat is wel prachtig. Dat kon eigenlijk niet beter. Dat kon niet beter, dat was het enige wat dat voor moment is. En hier staat hem ook, ik zal niet ook Apollo 16 heten. Dat is Bruno Ernst, dat is de wetenschapsprogramma. Bruno Ernst, die vroeger zo heel veel publiceerde in Zenit en helemaal in man kreeg. Hij is bezig aan zijn 312e boek. Goh. Je is 90 jaar. Ik heb zijn verjaardag mogen organiseren, een week of drie geleden. Die heeft ook zoveel over wiskunde en zo, heeft hij gepubliceerd. Fantastisch. Ik wist eigenlijk zelfs niet, maar het hoort daar nu niet veel meer van. Hij leeft dus nog. En is hij nog goed? Ja, hij is nog heel goed. Oh, fantastisch. Mag ik me even zetten, want ik kan... Ja, natuurlijk. Doe of dat je thuis bent. Ik doe dat ook.